zijn wij klaar bij Lowlands 2011 in de Low Agenda voor Emiel Roemer. Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Ik kreeg al commentaar dat mijn broek te licht was. Ik ben bang dat ze gelijk hebben. Ik kreeg de uitnodiging om te komen spreken. Ik dacht, goh, wat heb ik er nou aan verdiend om hier te mogen spreken? Ik vind het een hele eer. En ik ben ontzettend blij dat jullie er ook zijn, want anders had ik hier tegen een leeg grasveld aan staan te kijken. Maar ik kreeg de vraag om een inspirerend verhaal te houden. Ai. Op zondagochtend. Maar toen dacht ik van, misschien moet ik maar eens eerst beginnen, waar laat ik mijzelf nou door inspireren? En waarom ben ik zelf überhaupt in die politiek gerold? En waar komt dat nou vandaan? Kijk, ik kom eigenlijk uit het onderwijs en mijn drijfveer is altijd geweest om uit kinderen te halen wat erin zit. En liever nog net een beetje meer. Dat zij klaar zijn voor de toekomst en dat zij een gelukkig leven zelf kunnen bepalen en zorgen dat zij de eigen goed kunnen ontplooien. En het tweede wat ik kinderen altijd mee wilde geven is, leer eens omgaan met verschillen, want alleen kun je het niet. Je hebt elkaar zo verschrikkelijk hard nodig en dat moet je eigenlijk al doen zodra de kinderen geboren worden. En ik vind dat gewoon automatisch aanleren van natuurlijke solidariteit met elkaar. En op zo'n festival als Lowlands, daar zie je dat ook. Daar zie je dat iedereen er is en iedereen meedoet en het maakt niet uit of je groot, dik, klein, groot, blauw, maakt niet uit. Iedereen is er. Ik heb me ook laten inspireren uiteindelijk in de politiek. En zeker nu ik fractievoorzitter ben, heb ik zoiets van, ik moet eigenlijk zo weinig mogelijk in Den Haag zijn. Soms moet je er zijn, want daar vallen nu eenmaal de besluiten en daar zijn de discussies. Maar ik ben daar zo weinig mogelijk. En het afgelopen jaar heb ik heel veel inspiratie op willen doen. In Nederland, maar ook in het buitenland. Ik ben in het meireces ben ik een week naar Kenia geweest. Het heeft mij weken gekost daarna om de boel een beetje bij mezelf weer op orde te krijgen. Ik heb daar geen officieel bezoek van gemaakt, want dan hoor je alleen maar wat directeuren leuk vinden om te vertellen. Maar het was nou juist om de sloppenwijk van Nairobi gewoon in te gaan. Met een leraar van een schooltje, nou ja, wat heet een schooltje, dit is veel luxer dan wat ik daar gezien heb. In een sloppenwijk op een berghelling in Nairobi, Kibera genoemd. Daar wonen meer dan 150.000 gezinnen mensen, zonder water, zonder elektriciteit, zonder riolering, allemaal op elkaar. Gezinnen waar heel veel één oudergezinnen zijn. Omdat ouders of bij de laatste burgeroorlogje rond de verkiezingen vermoord zijn, of omdat ze er niet meer zijn vanwege aids of malaria. En ik ben met die kinderen meegeweest naar hun woningje. Dan heb je het over een gezin van 4, 5 kinderen met een vader of een moeder. In een hutje van 2 bij 3. 1 bed, wat doeken op de grond. Geen licht, geen riolering, niks. Allemaal op elkaar, op die berghelling. En daar krijg je inspiratie van. Dan denk je van, waarom laten wij in de hele wereld dit gebeuren? En is het nou, en blijft het nou daar zo triest? Dus ik ben daar ook in Dadaab geweest, waar het nu zoveel over te doen was. Ik was daar in mei, in die vluchtelingenkamp. Eigenlijk zijn dat 3 kampjes bij elkaar, waar per kampje ongeveer 90.000 mensen zouden kunnen wonen in die provisorische tentjes met wat doeken en wat plastic. Dus er zou maximaal 270.000 mensen kunnen wonen. Er wonen er nu inmiddels 400.000. En ik heb daar met die mensen gepraat, de meesten kwamen uit Somalië. Ik zei, waarom zijn jullie hier? Hoe lang hebben jullie gelopen? Sommige dagen, sommige een paar weken, sommige alleen maar 's nachts omdat ze het overdag niet durfden. Er waren mensen die zeiden van, ja, we hebben honger, de vrouwen worden verkracht, de mannen worden vermoord. Dat is wat wij om ons heen in ons dorp gebeuren. Wij kunnen alleen maar vertrekken. Dat inspireert je om in de politiek misschien dat beetje te kunnen betekenen. Ik was in dat vluchtelingenkamp en mensen van de Verenigde Naties waren mensen die binnenkwamen aan het registreren. Dan krijgen ze in ieder geval nog, toen was dat in mei, in ieder geval nog wat eten per dag. En er zat zo'n man van de Verenigde Naties, zat achter zijn computer. En daarnaast zat een vrouw met een baby. En die baby wilde ze graag geregistreerd hebben.
En ze ging erbij staan om te kijken hoe dat dan in zijn werk ging. En halverwege dat intypen draait die man van de Verenigde Naties zich om en die zegt tegen mij: oh ja, die moeder is hier ook geboren. En toen ging ik door de grond. 18 jaar, in de kracht van je leven, je krijgt een baby en je bent er zelf ook geboren in zo'n vluchtelingenkamp. En dan denk je van, is dit nou het punt om te laten zien hoe uitzichtloos de situatie daar is? En dan kun je twee dingen doen. Je kunt je erbij neerleggen en denken van, ja, het zal wel. Of je kunt denken van, is er ook nog een lichtpuntje in Kenia? En ja, die heb ik ook gezien. In Nairobi zag ik met name een hele nieuwe generatie opstaan die zich daarvan wil distancieren. Die zegt van, wij zijn in staat om Kenia opnieuw op te bouwen. Die daar eigen bedrijven begonnen zijn in bijvoorbeeld ICT, om vooral met ICT-projecten te proberen om voedselproductie in Kenia weer een keer op orde te gaan krijgen. Iemand die nog geen half jaar bezig was, alleen begonnen was, nu al 40 man in dienst had. Allemaal jongeren tussen de 20 en de 35. Daar is hoop. En er is ook hoop in veel andere landen, maar er moet nog veel gebeuren. En met die mensen die willen daarvoor knokken. En als je dan toch over Afrika hebt, dan is toch wel iets wat ons ontzettend zou moeten inspireren, wat er in al die Arabische landen gebeurt. Waar vooral een hele nieuwe generatie opstaat, met gevaar voor eigen leven, knokt voor het meer democratie, voor eerlijke verdeling van welvaart en voor kansen voor hun kinderen. Als dat nog geen inspiratie voor ons allemaal is, dan denk ik van, wat moet het dan wel zijn? En natuurlijk hopen wij dat die ontwikkeling in Tunesië, in Egypte, in Syrië, in Libië, dat de goede kant op gaat. Dat dat niet dadelijk na keihard knokken en heel veel voor gegeven hebben, dat het dan alsnog weer de verkeerde kant op slaat. Maar ik zie daar wel heel veel mensen die echt alles op alles zetten om te zorgen dat hun land eindelijk eens een keer uit die armoede komt. En eindelijk eens een keer uit die dictatuur komt. En eindelijk eens een keer gaan knokken voor meer democratie. En als ik dan weer terugkom in Nederland, dan laat ik mij ook inspireren. Dat is natuurlijk van een hele andere orde. Of we nou in Kenia hebben of in Nederland. Dat is een heel ander land. Maar toch. En als ik dan kijk in wat voor problemen en wat voor discussies wij in Nederland voeren. En waar wij denken dat wij in Nederland, door wie wij de crisis moeten laten betalen. Ook daarvan, ook al is het een moeilijke vergelijking, laat ik mij enorm inspireren. Gisteren was ik in de bossen in Mook. Niet zozeer omdat het leuk is om door de bossen te lopen, maar omdat daar een groep van zo'n 30 gehandicapte mensen in rolstoelen, blinden, omdat die daar een heel weekend verschanst hebben in de bossen van Mook. En waarom? Omdat zij er allemaal op het punt staan om hun persoonsgebonden budget in te leveren. Om hun zelfstandigheid in te leveren. En die maken zich ontzettend veel zorgen van, is dit nou waar wij in Nederland de crisis van moeten betalen? En als ik mensen zelfs thuis krijg die zorgkinderen hebben. Die kinderen die de hulp ontzettend hard nodig hebben. En als ik dan hun verhalen hoor wat er gaat gebeuren als die kraan dichtgedraaid wordt en die kinderen in een grote groep worden gestopt waar ze heel langzaamaan zullen gaan wegkwijnen, dan laat ik mij daardoor inspireren. En wat ik me eigenlijk, en dat is meer om jullie te inspireren, wat ik me op zo'n moment dan aan het afvragen ben, waarom staat een heel volk in de Arabische wereld op? Waarom zie je overal heel veel jongeren, ook in Zuid-Europese landen, in Spanje, in Italië, opstaan omdat ze vinden, nu is het wel even genoeg geweest. Nu is het genoeg geweest dat we leven in een wereld van ieder voor zich en God voor ons allen. En als we dan een beetje zuinig of krapper aan moeten doen, hoe gaan we dat dan verdelen? En leggen we het bij de meest kwetsbaren in de samenleving hier in Nederland of in Europa? Of proberen we daar voor elkaar op te komen? En proberen we er wel voor elkaar te zijn? En ik moet je heel eerlijk zeggen, het valt mij in Nederland, dan zijn wij sowieso niet zo'n land die voorop staat als er geprotesteerd zou moeten worden. Maar je kunt veel meer doen dan alleen met elkaar in een rijtje lopen. Maar ik vind dat Nederland te stil blijft. Er gebeurt van alles in de hele wereld. De hele wereld is op zoek naar meer democratie, meer evenredige verdeling van welvaart en van kansen. En in Nederland lopen wij of zitten wij op onze stoel als het gaat om dat wij in Nederland democratie eigenlijk alleen maar minder laten worden. We gaan macht en soevereiniteit aan
aan een instituut in Frankfurt of Brussel geven, dan heeft niks te maken of je voor of tegen Europa bent. Helemaal niks. Het heeft ermee te maken of wij het lef hebben om de mensen juist in dit soort onderwerpen te betrekken en te zeggen van, zeg hier nog maar wat er moet gebeuren. Wij gaan hier de democratie uithollen terwijl een groot deel van de wereld zijn leven probeert te geven voor meer democratie. En waarom zijn wij in Nederland dan zo stil? Waarom zijn wij zo stil als een groot deel van de wereld in brand staat? Waarom is er te weinig solidariteit als een groep Syriërs in Rotterdam probeert aandacht te trekken voor de ellende in hun land? Waarom is het in Nederland hartstikke stil als ouderen bang zijn om een persoonsgebonden budget kwijt te raken, of dat ouders niet meer weten waar ze met hun zorgleerlingen naartoe moeten? Waarom is het stil als bij studenten er een enorm asociaal leenstelsel wordt opgesteld? Waardoor je weet dat heel veel mensen op een gegeven moment denken, ik ga wat minder studeren, want ik heb geen zin om me nu al flink in de schulden te gaan steken. Waarom zijn wij stil als mensen naast hun studie denken van, nou, het zou heel goed zijn om mij ook eens in te zetten voor een maatschappelijke instelling, die er nu mee gaan stoppen, anders krijg je zo'n belachelijke boete. Waarom zijn wij zo stil in Nederland? Terwijl een groot deel om ons heen voorop staat, voorop loopt, hun mond opentrekt en laat zien dat het anders kan. Lowlands is anders. Lowlands en de mensen die er zijn, die kunnen dat laten zien dat het anders is. En ik hoop dat die uitstraling van jullie hier, misschien een heel klein minuscuul beetje met de woorden die ik heb mogen spreken hier, dat dat bij mag dragen dat wij onze mond en dat de nieuwe generatie Nederland ook de mond eens op durft te trekken. Solidariteit, dat bestaat. Margaret Thatcher die zei in de jaren 80, een samenleving bestaat niet, het is alleen maar een groep individuen en hun familie. En het beleid wat daar vervolgens 20, 30 jaar op gevolgd heeft, is daardoor geïnspireerd geweest. Het individualisme heeft hoogtij gevierd. De vrijheid die graaiers hebben gekregen om risico's en risico's en risico's te nemen met andermans geld en andermans bezittingen, ging maar door en ging maar door. Die zeepbel moest wel een keer ontploffen. En het antwoord zou van ons allemaal niet moeten zijn om ze nog verder een kans te laten gaan, maar om te zeggen van, nu is het genoeg geweest. Die samenleving bestaat. Ik sprak vrijdag met een delegatie parlementariërs uit Noorwegen. Jullie weten wat voor ramp daar recent een maand geleden heeft plaatsgevonden. Maar de reactie van de Nooren daar is wel heel inspirerend. Geen haat verder verspreiden, nee, gezamenlijk roepen om rust en meer democratie. En daar laten de Nooren zich door inspireren. Daar laat Lowlands zich ook door inspireren. Gezamenlijk, solidair, iedereen is welkom op het festival en iedereen doet mee op het festival. En laat ik nou één ding hopen tot slot. Lowlands is hartstikke mooi. Ik hoop dat we volgend jaar kunnen zeggen dat de wereld een klein beetje Lowlands is geworden. Dank jullie wel. Thank you.